In dit filmpje ben ik ingelogd als lokaal bestuur in de hoedanigheid van bronbeheerder of plannende overheid. Wanneer je als bronbeheerder bent ingelogd, zie je alle dossiers die in DSI zijn opgeladen, ook degene die niet gepubliceerd zijn. Met de filter linksboven kan je ervoor kiezen alle dossiers te tonen, dat zijn alle dossiers waarvoor ooit een RUP werd opgeladen in DSI, ofwel jouw eigen dossiers. Wil je van je eigen dossiers enkel diegene zien waarvoor nog een advies moet gegeven worden, dan kies je voor de optie Eigen dossiers met openstaande adviesperiode. Aan elk dossier werd een status toegekend. De status definitief wil zeggen dat alle fases doorlopen zijn. De status lopende betekent dat er nog fases volgen. Onderaan staan je contactgegevens. Je kan die, indien nodig, nog wijzigen aan de hand van het potloodje. Om een nieuw dossier aan te maken, klik je op de knop rechtsboven. De procedures waaruit je kan kiezen hangen samen met jouw werkrelatie. Dus als ik hier kies voor een RUP, dan gaat het in mijn geval om een gemeentelijk RUP en geen gewestelijk RUP. De NIS-code werd automatisch ingevuld. Het stamnummer en volgnummer vul je zelf nog in. Wanneer je dat gedaan hebt, worden die cijfers toegevoegd aan de algemene plan-ID. Dat is het uniek identificatienummer van het dossier. En dat bevat de NIS-code, een rubrieknummer, wat slaat op gemeentelijk RUP, het stamnummer en het volgnummer. Je geeft je dossier altijd een naam. Een omschrijving is optioneel. Ik bewaar mijn dossier en op dit moment kan ik het nog wijzigen of verwijderen. Dat kan niet meer als je een nieuwe fase hebt aangemaakt. Dat is meteen de volgende stap. De fases waaruit je kan kiezen zijn degenen die samenhangen met de procedure. In mijn geval een RUP. Ik kan alleen maar voor de startfase kiezen. Die is lopende. Als je dossier op een gegeven moment, bijvoorbeeld om politieke redenen, on hold wordt gezet, dan kan je die status nog wijzigen naar stopgezet. Datumgoedkeuring startnota, die wordt bepaald op de gemeenteraad. Ik neem nu even een willekeurige datum. De eerste fase werd aangemaakt en nu kan ik daar geodata en dossierstukken aan toevoegen. Ik begin met de geodata. Ook hier weer krijg je alleen de dingen te zien die samenhangen met de gekozen procedure en fase. In dit geval is alleen een contour verplicht. Dat wil zeggen dat je minstens een contour nodig hebt om die fase te kunnen publiceren. Geodata laat je altijd op in de vorm van een zippakket. Je kan die naar de kaders slepen of gewoon op bijlage toevoegen klikken. Wanneer de bijlage is opgeladen, dan vind je die hierboven terug. Als je wil, kan je ook nog een omschrijving meegeven. Je kan maar één contour opladen. Je gaat zien, als ik hier nog eens op klik, dat je contour hier niet meer ziet tussen staan. Heb je nu een foutieve contour opgeladen, dan ga je eerst deze moeten verwijderen voordat je hier weer een nieuwe kan toevoegen. Dit kan zolang er geen adviesvraag is verstuurd. Wanneer je een adviesvraag hebt verstuurd, gaat je dossier op slot en kan je niks meer wijzigen. Achteraan zie je deel 1 V1 staan. De V staat voor versie. Er zijn bijvoorbeeld documenten die kunnen evolueren. Denk bijvoorbeeld aan een procesnota. Als je al een procesnota in dit dossier hebt opgeladen en je laat wat later een geactualiseerde versie op, dan komt daar deel 1 V2 achter te staan. Als je nu allemaal documenten hebt van dezelfde versie, bijvoorbeeld allemaal toelichtende kaarten, maar met een andere achtergrond, bijvoorbeeld een ortofoto, een gewestplan, dan gaat daar deel 1 V1 staan en vervolgens deel 2 V1, deel 3 V1 enzovoort. Dossierstukken ga je op dezelfde manier toevoegen, maar dan in PDF-formaat. De stukken die hier verplicht zijn, zijn de procesnota, de startnota en het verslagparticipatiemoment. Die laatste is een uitzondering, die moet je op dit moment nog niet opladen. Je kan de fase publiceren zonder dit document. Die ga je pas na de adviesperiode moeten opladen, maar ik kom hier later nog op terug. Ik ga de procesnota alvast toevoegen. Ik voeg de PDF toe. En hetzelfde doe ik voor de startnota. En dan heb ik alle verplichte geodata en stukken opgeladen. En vanaf dan kan ik mijn fase publiceren via deze knop.
Wanneer je dat doet, zie je de knop adviesvraag verschijnen. Ik kan hier adviesverleners gaan selecteren in deze alfabetische lijst. Ik kan ook al beginnen typen en dan komt de juiste automatisch wel tevoorschijn. In dit voorbeeld vraag ik een advies aan het gewest en aan de stad Hasselt. De begindatum van de adviesperiode is altijd minstens 2 dagen later. Dus als het vandaag 27 april is, dan is dat 29 april. Het systeem verstuurt om middernacht de adviesvraag. Die komt dan een dag later aan, dus morgen vroeg komt die dan aan bij de adviesverlener. En de dag daarna kan de adviesverlener zijn advies uitbrengen. Wil je nu een marge voorzien om vergetelheden of fouten nog te kunnen rechtzetten? Dan laat je de adviesperiode beter wat later starten, bijvoorbeeld binnen een week in plaats van binnen 2 dagen. Want als je vandaag een adviesvraag verstuurt en je komt morgen tot de conclusie dat je een adviesverlener vergeten bent, kan je morgen nog wel een adviesvraag versturen, maar dan begint de adviesperiode voor die adviesverlener een dag later dan die van de rest, wat neerkomt op een procedurefout. Dus als je er wat meer tijd tussen laat, kan je dat risico beperken. De duur van de adviesperiode is standaard minstens 60 dagen. Duurt die langer, dan overschrijf je dit getal gewoon. De adviesvraag voeg ik toe aan de hand van een PDF-document. Je kan hier ook nog een omschrijving aan toevoegen. Wanneer die adviesvraag werd opgemaakt, dan ga je die hieronder workflow zien staan. Als de adviesperiode begint en adviesverleners brengen een advies uit, dan ga je die hieronder ook zien tussen staan. Bij elk advies gaat er ook toondetail naast staan. Als je daarop klikt, dan ga je zien op welke datum een advies werd verleend en wat de aard van het advies is. Verplichte adviesinstanties brengen op deze manier hun advies uit. Niet verplichte adviesinstanties kunnen hun advies ook aanleveren via de post of via mail. Dat ga je dan zelf nog aan het dossier moeten koppelen via de knop Voeg ad hoc advies toe. Wanneer de adviesperiode is afgelopen, dan ga je het verslag participatieperiode nog moeten opladen. Ik kan dat nu niet tonen omdat de adviesperiode nog loopt, maar wanneer die is afgelopen, dan ga je dat hier zien tussen staan. Dan ga je dat nog kunnen toevoegen. Wanneer je dat document oplaadt, ga je expliciet moeten aanvinken dat het geen persoonsgegevens bevat. Als je dat niet doet, dan gaat de DSI ervan uit dat er persoonsgegevens in zitten en dan moet je nog een geanonimiseerde versie opladen dat gebruikt kan worden voor het publieke DSI-loket. Wanneer je dat verslag hebt opgeladen, ga je een nieuwe fase kunnen aanmaken. Ik kan nu al op die knop klikken, maar daar gaat nog geen volgende fase tussen staan. Dat is pas als het verslag werd toegevoegd. Na de startfase bij een nieuw RUP doorloop je nog de fases scoping, plenaire vergadering, voorlopige vaststelling en definitieve vaststelling. Bij oude RUPs is er geen definitieve vaststelling, maar eindigt de procedure met de fase besluit tot goedkeuring. Enkel in de fases start, plenaire vergadering en voorlopige vaststelling is er een adviesperiode. Voor elke fase verloopt het eigenlijk op een gelijkaardige manier, dus je laat eerst de verplichte geodata en dossierstukken op, je publiceert de fase, je verstuurt een adviesvraag als dat nodig is voor die fase en je gaat over naar de volgende fase. De meest recente fase zie je altijd bovenaan staan.